Peter, lekker getraind? Ja, heerlijk. Ik bedoel, kijk eens om je heen. Het is genieten. Ja. Een matje ligt er perfect bij. Dus ja, dat is prima. Klaar voor morgen. Ja, het is allemaal snel gegaan, hè? De laatste dag. Ja, zo sta je op kunstgras in Emmen. En ja, zo zit je bij Aberdeen. Mm. Ja, dat had ik niet durven dromen. Maar ik ben blij dat ik hier ben. Ja. Wanneer is het nou echt definitief rondgekomen, zeg maar? Even kijken. Dat was maandagochtend werd ik gebeld dat ik naar de training toe kon komen. Ik zou eerst nog voor mezelf gaan trainen. En toch werd ik gebeld dat alles klaar was. Dus ja, blij. Ja. Ja, en dan weet je dus ook dat je naar Aberdeen gaat. Ja, inderdaad. Dat is mooi meegenomen. Ik zei al eerder, de jongens hebben er vorig jaar keihard voor gevochten. En ik mag erbij zijn. En, daarvoor bedankt. Ja. Dan heb je al zoveel wedstrijden in de eerste divisie gespeeld. Total Divisie, Jupiler League, noem maar op. En dan nog een keer deze stap. Hoe is dat? Ja, inderdaad. Ik heb altijd gezegd, ik heb een prachtige carrière. En er miste nog één ding en dat was de Eredivisie. En dat ik dat nou nog mee wil maken, ja, dat is het. Dus voor mij is dat geweldig. En daar ben ik enorm trots op. Is ook meteen zeg maar, de afspraak gemaakt wat jouw rol is binnen de selectie? Nou, kijk, ik ben natuurlijk al hier bezig met de jeugdkeepers hier bij Groningen. Die ben ik aan het trainen. Daar ga ik gewoon mee door. En ik wil Sergio zoveel mogelijk ondersteunen. Ja, Sergio Pat? Ja, Sergio Pat die wil ik zoveel mogelijk ondersteunen. En Wiegen erbij ook. Dus ja, ik denk dat we elkaar moeten helpen en dat we nog steeds beter worden. Ja. En als Sergio een keer geblesseerd is of misschien wel een keer een rode kaart krijgt, dan moet jij er staan? Ja, dan moet ik er staan en dat zal ik ook zeker doen. Ik bedoel, zo ben ik ook. Ik bedoel, als ik er moet staan, dan doe ik mijn best. Ja. Hoe is het nou om met deze groep te werken? Ja, heerlijk. Vanaf de eerste dag ben ik goed opgevangen door de groep. En de laatste wedstrijden van het vorige seizoen heb ik al gekeken, want toen speelde er natuurlijk al wat. En toen moet ik zeggen, toen kon je al zien dat het een groep was. En nu ik er helemaal tussen zit, bewijst dat het alleen maar. Ja, precies. Maar goed, je zegt al, je bent natuurlijk ook al jeugd, keeperstrainer bij de jeugd. Dus je had ook al een binding natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. En dat komt ook nog bij een van mijn zoontjes, speelde ook nog bij de D's. Dus het komt allemaal samen. Ja, het komt allemaal samen. Dus het is alleen maar leuk, denk ik. Ja. Hou jij van vliegen? Nee, totaal niet. Ik zat mijn angst beven in het vliegtuig, maar ik heb het gedaan. Ik ben blij. Ik moet zeggen, straks van de zomer stap ik gewoon weer in de auto. Ik ga niet voor de lol vliegen, maar ik heb het gedaan en dat was ook een overwinning aan mezelf. Ja, precies. Terwijl er op de achtergrond nu iemand onderuit gaat. Marcel Groningen. Nou, de sfeer is goed hier, geloof ik. Nee, daar is niks mis mee. Ik bedoel, de sfeer is goed. Morgen nog goed resultaat en dan wordt het alleen maar beter, denk ik. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Doe ons best. Absoluut. Hey, dank je. Oké. Mooi. Een heel microfoon.